Goedemiddag en welkom bij Joert. De Dupierre-bewenners van de Ljouter Antillenflat moeten een financiële compensatie krijgen. Dat wil wethouder Henk Deinem en die vindt ook dat verzekeraars haar verantwoordelijkheid nemen moeten. Wij vinden, en ik kan ook zeggen dat die er komt, linksom of rechtsom, een vergoeding per huishouden. Daar is gisteren ook al over gesproken, daar is toen nog niet heel duidelijk op gereageerd. Dat konden we toen ook nog niet doen. Maar wij vinden dat iedereen recht heeft op een vergoeding. De bewenners mij Joert in een heeg werken en haar een wente om de heegsneedzakelijke spullen op te helpen. Het kwot moet in twatossen mijn naam worden. Van binnen het is nog wel gewoon hetzelfde als ik voortgegaan ben. Alleen als ik het eruit iets, ja, dan is het toch even schrikken weer. Benningen waarin hennep kweekt wordt, die vleien al gauw in brand en zwaagje verhield iets meer gevaar. Joert ontstierde de brand in Wenningen op het Jerevingen en Nije Wanne. En letter die blikken dat deze brand veroorzaakt wien het hennepkwekerijen. Ik in Ljouwert waard Joert een brandgevaarlijke kwekerij op een souder in het centrum van de stad oprollen. In dit geval zie je dat de elektriciteit waarschijnlijk niet heel erg professioneel is aangebracht. Brandgevaar groot aanwezig, vooral in zo'n oud pand als in de binnenstad. En het risico dat als dit in de brand vliegt, dat er behoorlijk wat gevolgen zijn voor de voor het pand zelf en de mensen die hier wonen, maar ook voor de buren hiernaast gelegen. De bouwvergunning voor de afloven in Haas is terug te verliend door de gemeente. Dat vindt de rechter. Die dier van de midden over vier afval overzaken een uitspraak. Ien de Vangie over de bouwvergunning. Neffens de rechter is de bouwvergunning net in strijd met het bestemmingsplan. De vergunning voor de hege drukleiding naar zaadfabriek Frisia is terug te aanjoen. En op dit punt kregen de tegenstanders net gelijk. Op de agenda stie ik het condenszorgebouw. De gemeente Haas hier de vergunning daarvoor Vlietnier zelfs al inlutsen en hier omrin weer bezwiertje maken. En het bedrijf kreeg gelijk van de rechter. Dat betekent dat het condenszorgebouw net te heeg is en steenbleeuwen mooi. Goed 1200 huishoudings in de Vrijheidswijk in Ljouwert die hadden helemaal geen stroomhoorn. Zandje en transformatorkastjes vol nu. Netwerkbeheerder Enexis kon de steuring net oplossen met een reservekabel, omdat die jeder al een stikken lutsen weer. En daarom waren twee grote neetaggregaten naar de Wenwijk gebracht. Om één oor heen weer de steuring weer voorbij. De jeugdketen in de jedere gemeente van Britsradiel mij iepen blauwen. Dat had de Raad van State hier bepaald. De kennelijke horeca die vindt dat de keten zwaarje voor oneerlijke concurrentie, maar de gemeente bestriert dit. Er wordt namelijk geen drankje in betelling in de jeugdketens konken. Een man van Jens Santagier is juist in het centrum van Haas verdronken. Hij is nu elke dag net goed worden en in het water vallen. De Haasen rekken elke dag terug het klachten hieronder de rietstritten in het water. Jeroen Wierda wie maar zijn mem de hoen ontuitlitten en zegt dat er een in het water lag. Nou, ik keek naar het water en ik zag een achterhoofd. En toen zag ik die oren en toen rende ik hierheen en mijn moeder liep daar met de hond. En toen zei ik het en toen rende zij daarheen naar die naar een man. En die hield hem tegen met zo'n pikhaak of zo. Maar de pikhaak is bezocht de man boppen wetter te houden. De hazen ridden door de brandwacht uithellen en reanimeert. Ik de traumahelikopter waard nog inzet. Maar de man is zo goed als wissel verstoorn in het wetter. Het wordt nog 3 dagen voordat de Grutte Achmea-conventie in Achlen begint. En het dorp is nu al op in ei. Want er werd druk werken onder de laatste tarriedings. Stritten krijgen nog gauw even nieuwe tegels, de tenten worden opzet en ook de huiskamers dat sneu en gasten inkomen, worden tot de bewenners goed schermen maken. Vlieden week heb ik al wat begonnen, de ruten wat schermen te mooi uitzien. Nou, je rommie verzeilt wat extra op. Ik heb wel zien dat de kapstok nog nedig leeg maakt. Alle winterjassen maakt nog even aan de kant, zodat de gasten de jassen ophingen kunnen. Nou ja, dan misschien nog wat lekkers bakken. Met maar even zien. De verwachting is dat er sneu en goed 2000 gasten naar Achlem komen. Het waren nog. Jong bloot het rijstig, het werd een gratis stolf. Vannacht dan helle de Zuid-Eerste Wien onontkrijftig. Moon, zinnen, maar ook bewolking, waaruit een spotje rijn vallen kan. De temperatuur leidt om de 23 graden heen. Nachts dan volg je rijn en tongerbuigen. En ontzaf weer het Frieske Nijs in het kwad. Meer op omroepfriesland.nl en om 6 uur in een Nijjoerd. Graag ontvangen.